Welkom allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe top 10 voetbalvideo. Vandaag een origineel idee, al zeg ik het zelf. Ja, ik heb hem zelf bedacht. In ieder geval, we gaan vandaag kijken naar de top 10 beste voetballers die nog nooit de Champions League hebben gewonnen. Want normaal goede voetballers, die winnen natuurlijk veel prijzen, dat is normaal. Maar er zijn ook hele goede voetballers die dus nooit de grootste prijs in het voetbal hebben gewonnen. Ja, eigenlijk is de wereldtitel, dat is het beste wat je kan winnen. Maar daarna is eigenlijk toch de Champions League het allergrootste wat je kan halen. En vandaag gaan we dus kijken naar de beste spelers die prijs niet hebben gehaald. Maar voordat we beginnen, smash natuurlijk al mee even dat duimpje omhoog. 5000 likes, het is veel. Maar het zou super nice zijn als het gaat lukken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Gaan we richting die 200.000 abonnees op mijn FIFA Bouws kanaal. Maar laten we maar beginnen. En ik heb trouwens in dit top 10 lijst heel veel spelers van vroeger, maar ook een aantal spelers die nu gewoon spelen. En op nummer 10 heb ik één speler die nu ook nog speelt. En dit is namelijk Aguero. Een van de beste spitsen die op dit moment nog speelt, echt zonder twijfel. Enorm goed, speelt natuurlijk bij Manchester City. Hij had vorig jaar een bizar goed jaar gehad, maar niet de Champions League gewonnen. Op de een of andere bizarre manier heeft Aguero gewoon nog niet de Champions League gewonnen met Manchester City. En daarom heb ik hem natuurlijk ook op nummertje 10 gezet. Hij heeft al wel de finale gespeeld en die heeft hij toen verloren tegen Real Madrid. Ja, dat is natuurlijk mooi zonde. Maar er zijn dus ook nog heel veel spelers van vroeger en dat vind ik ook wel leuk om te zien. En trouwens een leuk feitje over Aguero. Hij is de meest scorende buitenlander binnen de Premier League. Want normaal in Engeland scoren heel veel Engelse spitsen heel veel goals. Hij is dus qua buiten Engeland degene die de meeste goals heeft gescoord in de Premier League. Dat is best wel bizar ziek. En dat je dan niet de Champions League hebt gewonnen, dat is best wel raar. Maar hij kan het nog winnen, hij kan het nog winnen. Er zijn heel veel voetballers in de top 10 lijstje die hem niet meer kunnen winnen omdat ze al gestopt zijn met voetballen. Maar Aguero, daarvoor kan het natuurlijk nog goed komen. Maar we gaan door met nummertje 9. En op nummertje 9 hebben we een speler die jullie wel kennen. Het is namelijk Ruud van Nistelrooy. En ondanks dat Ruud van Nistelrooy een bizar goede carrière heeft gehad en hij gewoon 3 keer Champions League topscorer is geweest, dus 3 keer Champions League topscorer zijn en alsnog niet de Champions League winnen. Dat is toch wel echt heel bizar. Hij heeft trouwens voor vet veel goede clubs gespeeld. Hij heeft bij PSV gespeeld, Manchester United, Real Madrid. Allemaal goede clubs. En hij was ook de eerste voetballer die voor het eerst 11 keer in één Champions League seizoen wist te scoren. Dat is best wel bizar. Maar dan doet, Ruud van Nistelrooy eigenlijk niks fout. Want die maakt de ene goal naar de andere. Het is meer zijn team die het een beetje verpest. Dus best wel zonde. Maar ja, daar doe je nu natuurlijk weinig aan. Wel respect voor Van Nistelrooy dat hij gewoon 3 keer Champions League topscorer is geweest. Dat is natuurlijk ook al een zieke prestatie. Maar we gaan door. En op nummertje 9 hadden we natuurlijk onze Nederlandse legend Ruud van Nistelrooy. Op nummertje 8 staat een Italiaanse legend, namelijk Totti. Totti is natuurlijk ook een bizar goede speler die gewoon zijn hele leven bij Roma heeft gespeeld. 25 jaar heeft hij bij de club Roma gespeeld. Dat is echt bizar. Ik vind dat wel echt mooi om te zien. Want hij heeft echt de clubliefde. Heel veel spelers van tegenwoordig die gaan gewoon hup weg. Ik wil meer geld verdienen. Dat heeft hij nooit gedaan. Hij is altijd bij dezelfde club geweest. En dat vind ik wel echt heel nice om te zien. Maar op de een of andere bizarre manier heeft hij dus nog nooit met AS Roma, zeg maar, de Champions League gewonnen. Misschien komt het ook wel omdat hij altijd bij Roma is gebleven. Ik denk als hij naar andere clubs was gegaan, dat hij misschien wel de Champions League had kunnen winnen. Maar dat is, zeg maar, het offer wat je brengt op het moment dat je altijd bij één club blijft voetballen. Dus des te meer extra respect voor Totti. En hij heeft trouwens ook nog een leuk recordje in de Champions League. Hij is de oudste speler ooit die een goed doelpunt heeft gemaakt in de Champions League. Dus dan heeft hij dat wel. Heeft hij toch nog iets gewonnen in de Champions League. Maar ja, niet te fel beginnen de finale natuurlijk. Maar we gaan door met nummertje 7. En op nummertje 7 hebben we weer een speler van nu staan, namelijk Lewandowski. Ik denk dat het misschien op dit moment wel de beste spits is. Die guy kan zo makkelijk goals maken. Dat is echt bizar. Hij heeft geen enkele moeite. Hij had zelfs volgens mij een keer binnen een kwartier 5 keer gescoord. Het is echt niet normaal. En het grappige is dat hij nu bij Bayern München speelt. Dat is best wel natuurlijk een goede club. Maar hij speelde hiervoor bij Borussia Dortmund. En toen heeft hij al een keer de finale gespeeld tegen Bayern München. En die heeft hij toen verloren. Dus hij heeft tegen de club waar die het jaar daarna ging spelen, heeft hij de Champions League finale verloren. Dus dat is best wel zuur. Ook natuurlijk heel zuur voor die supporters die hun spits zien vertrekken naar hun grootste concurrent. Dat is ook echt fucked up voor de Borussia Dortmund fans. Maar best wel raar dat hij hem nog nooit heeft gewonnen. Maar Lewandowski zou hem natuurlijk ook nog kunnen halen.
Omdat hij natuurlijk ook op dit moment nog voetbalt. Maar dan zijn we nu beland bij nummertje 6. En op nummertje 6 heb ik de legend Netfet staan. Hij is ook ballen doorwinnaar van 2003. Dus hij was de beste voetballer in 2003. Nou, die prijs die win je niet zomaar. Dus dat is best wel ziek. En het is zo zuur van hem. Want hij stond ook in 2003, toen hij de ballen door had gewonnen, stond hij met zijn team in de finale. Hij speelde toen bij Juventus. Dus dat is best wel nice. Maar hij had een schorsing. Dus die wedstrijd mocht hij niet spelen. Anders had misschien Juventus best wel gewonnen als Netfet wel had mogen spelen. Ja, dat ga je natuurlijk nooit weten. Maar het is wel echt heel zuur voor hem dat hij die finale dus heeft gemist. En uiteindelijk heeft hij nooit meer een finale gespeeld. En heeft hij gewoon nooit een finale gewonnen. Dus ook nooit de Champions League. Maar desalniettemin was het wel de beste speler van 2003. En ook al win je de Champions League niet, dat is natuurlijk een bizar grote eer dat je dat wint. Want dat is misschien nog zieker om te winnen dan zeg maar gewoon de Champions League winnen. Want dan ben je gewoon de beste speler ter wereld van dat jaar. Dat is toch wel echt heel ziek. Maar dan gaan we verder met nummertje 5. En we gaan van de ene icon naar de andere. Want op nummertje 5 heb ik Vieira staan. Natuurlijk ook een bizar goede speler. Het was echt een bikkelharde middenvelder. Maar hij had ook gewoon de techniek. Maar gewoon ook de slidings die hij maakte. Ja, het waren niet vies slidings. Maar ze waren wel gewoon hard. Maar hij ging altijd voor de bal. Maar hij was zo bizar goed. Hij heeft onder andere bij Milan gevoetbald. Arsenal, Juventus, Manchester City, vooral Arsenal, daar heeft hij vooral voetbal. Daar heeft hij 9 jaar voetbal, dus dat is best wel veel. En hij was gewoon een van de beste middenvelders van zijn tijd. Hij heeft wel een keer de finale gespeeld in de Champions League, maar helaas dus nooit gewonnen. Hij verloor volgens mij met Juventus tegen Barcelona. Ja, mooi zuur, want dan ga je dat natuurlijk ook nooit meer winnen. Of trouwens, ik denk dat hij toen bij Arsenal speelde en niet bij Juventus. Dat weet ik niet helemaal precies. Maar in ieder geval heeft hij de finale verloren tegen Barcelona. Dat is wel één ding wat zeker is. Maar je ziet hier trouwens ook wat slidings op de achtergrond. Die waren wel echt heel hard. Echt ziek. En ook een mooie goal trouwens. Maar we gaan verder en we hebben weer een icon. Ja, de ene icon naar de andere. We zijn nu beland bij Bergkamp. En we hebben natuurlijk onze spits Ruud van Nistelrooy al bij langs zien komen. Maar Bergkamp is natuurlijk ook een zieke legend. Misschien nog wel, zeg maar, een betere carrière gehad als Ruud van Nistelrooy. Ja, ze hebben allebei een zieke carrière gehad. Maar Bergkamp staat misschien dan net ietsjes hoger nog. Ik weet niet precies. Laat me weten in de comments wat jullie vinden. In ieder geval, ik heb hem net wat hoger staan. Hij heeft natuurlijk bij Ajax gespeeld internationaal, maar vooral bij Arsenal. Hij heeft 1 keer de finale gespeeld tegen Barcelona. Maar die wedstrijd heeft hij gewoon de hele wedstrijd op de bank gezeten. Dat was zeg maar zijn laatste wedstrijd van zijn carrière bij Arsenal. En dat was de finale. Hij wou het nog 1 keertje proberen. Hij wou het halen. Maar hij heeft niet eens mogen invallen. Dat vind ik best wel bizar. En ook wel disrespect van de coach. Die laat toch Bergkamp gewoon spelen. Die heeft zoveel betekend voor de club Arsenal. En dan laat je hem gewoon op de bank zitten. Ik vind het echt bizar. Maar wel zonde voor Bergkamp dat hij nooit de Champions League heeft gewonnen. Maar hij heeft natuurlijk genoeg andere dingen gewonnen. En hij is nog steeds een van de beste spitsen aller tijden. Dus in principe maakt het ook niet heel veel uit. Maar we gaan door met nummertje 3. En op nummertje 3 hebben we een speler staan die nu nog steeds voetbalt. Al denk ik niet dat Ibrahimovic nog de Champions League gaat winnen. Dat lijkt me wel heel sterk. Hij heeft natuurlijk bij vet veel clubs gespeeld. Echt bizar veel. Onder andere Ajax, Juventus, Barcelona, Milan, PSG, Manchester United. Allemaal bizar grote clubs. En hij heeft ook echt vet veel kampioenschappen gewonnen. Volgens mij bijna bij elke club waar hij voetbalde werd hij ook kampioen, zeg maar binnen het land zelf. Maar de Champions League heeft hij nog gewoon nooit gewonnen. Dat is echt heel bizar. Met Barcelona heeft hij volgens mij wel een keer de finale gehaald. Maar ja, die heeft hij dus niet gewonnen. En dat is wel een beetje fucked up voor Ibrahimovic. Ibrahimovic was eigenlijk wel zo'n speler waarvan ik het had verwacht dat hij het wel een keertje zou hebben gewonnen. Maar ja, er komen nog 2 spelers waar je het eigenlijk nog meer van verwacht. Maar wie die het ook niet hebben gewonnen. Maar dan gaan we door met nummertje 2. En dit is echt de grootste icon legend aller tijden. Wat heb ik een respect voor Buffon. Hij gaat zo lang door. Volgens mij tot zijn 42e is hij gewoon doorgegaan met voetballen. Hij heeft 18 jaar voor Juventus gevoetbald. Bizar lang. In die 18 jaar heeft hij 3 Champions League finales gespeeld. 3 keer. Nou denk je, nou dan ga je wel 1 keertje winnen. Nee, Buffon niet. Die heeft ze allemaal verloren. Dat is zo zuur. En als ik het iemand gun, dan is het Buffon wel. En uiteindelijk ging hij nog naar PSG voor een jaartje met de hoop dat hij misschien daar de Champions League zou winnen. Is ook niet gelukt. Ja, ik vind het echt gewoon sneu voor Buffon. Buffon had ik het zo erg gegund. Ik vind het zo baas dat je gewoon door blijft gaan met keeper. En gewoon door blijft gaan op profniveau. En niet gaat stoppen omdat je denkt, nou ik ben te oud. Hij stopt pas op het moment dat hij echt niet meer kan. En dat vind ik wel echt heel veel respect te hebben. Maar ja, 1 ding wat hij dus niet heeft is een Champions League finale. Maar voor de rest heeft die man natuurlijk alles gewonnen. Wat mij betreft een van de beste keepers
keepers alle tijden. Maar er kan natuurlijk maar één speler op nummertje 1 staan en dit is Ronaldo. Niet Cristiano Ronaldo, de andere Ronaldo. De Braziliaanse Ronaldo, die in FIFA belachelijk duur is. Die Prime Icon, die is volgens mij gewoon 15 miljoen. Het is echt misschien wel de beste spits alle tijden. Hij kon enorm goed voetballen. Maar op de een of andere bizarre manier heeft hij nog nooit de Champions League gewonnen. Hij is wel Ballon d'Or winnaar. Twee keer gewoon in 1997 en in 2002. Dus het zat ook gewoon nog 5 jaar tussen. Maar dat zegt wel iets over hoe belachelijk goed hij was. Hij heeft onder andere bij PSV gevoetbald. Dat is wel echt heel baas. Hij heeft gewoon in Nederland gevoetbald. Een van de beste spitsen aller tijden. Maar hij heeft ook bij Barcelona gevoetbald. Inter Milan. Hij heeft bij Real Madrid gevoetbald. Inter Milan was toen ook veel beter dan wat het nu is. Dus het is best wel bizar dat hij de finale nooit heeft gewonnen. Sterker nog, hij heeft die finale nooit gehaald. Het vers wat hij was gekomen was volgens mij met Real Madrid in de halve finale. En toen heeft hij verloren van Juventus. Dus insane. Dan ben je zo'n goede voetballer. En dan heb je nog nooit de finale gespeeld. En sterker nog, je hebt hem nooit gewonnen. Maar dat gaat ook natuurlijk moeilijk als je hem niet eens hebt gespeeld. Maar wel bizar dat hij dan dat nooit heeft gehaald. Maar dan was dit het voor deze top 10 video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ja, vergeet natuurlijk allemaal niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dit idee had ik zelf bedacht. Maar mocht je een goed idee hebben voor een volgende top 10 video. Laat het even weten in de comments. En misschien dat ik jouw idee de volgende keer kan uitvoeren. Maar dan heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later wagen. Als je dit nou een leuke video vond, druk dan even op de video die hier tevoorschijn komt. Het is een soortgelijke video, dus waarschijnlijk vind je die ook wel leuk. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hier. Dat is een abonneerknopje. Dan kan je abonneren en dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bouws Army. Let's go!